Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij onze vierde editie van het Paltjournaal. Helaas gooien de oplopende besmettingen wederom roet in het theaterleven. Zoals gezegd zijn de voorstellingen bij het Herman van Veen Art Center om die reden tot en met 18 december opgeschort. Vanaf 19 december wordt er weer gespeeld. Ga voor informatie naar onze programmering. Wel open is onze gallery, de gallery shop en het café. Ook de rondleidingen gaan gewoon door. U kunt reserveren op hermanvanveenartcenter.com. Op de Palts presenteren wij drie rondleidingen. Je neus achterna over wat er bloeit en groeit en hoe dat ruikt. Wel verder vertellen. Sprookjes in het park. Gepresenteerd door de twee ondeugende rasvertellers Piet van der Pas en Bert Simhoffer. En een buitengewoon oortje kunst. Waarin een van onze gidsen u binnen en buiten meeneemt langs de geëxposeerde kunst hier op de Palts. Zoals dit werk van Tom Kalishoek. En deze beelden van Jos Kuppens. Dit bronzen figuur van Julia Berger. En het schilderwerk van Herman van Veen. Dit is wat hij deze maand heeft geschilderd in de onverwachte COVID-uren. Verloren. Een Venetiaanse impressie. Kerst staat weer voor de deur. In onze winkel en webshop zijn vrolijke kerstpakketjes in de aanbieding. Waaronder nieuwe Herman's Happy New Year wenskaarten. Binnenkort ook de Granny's verjaardagskalender. En deze speciale kerstaanbieding. De nieuwe cd. Het boekje Luisteren naar Blauw. En Hermanus. Voor de verbluffende oudejaarsprijs van 30 euro. Deze week verscheen het winter-lentenummer van het Harlekijn Palts cultuurtijdschrift, jaargang 29. Losse nummers €5,20. Bij aankoop van €10 in onze webshop of onze winkel krijgt u deze gratis. Ook dit jaar staan er voor verkleumde wandelaars twee kersthuisjes. Met dampende chocolademelk, glühwein, oliebollen en ander lekkers klaar. Alfred Jodocus Kwak en de sneeuwvlok. Het had die nacht hoog in de bergen flink gesneeuwd. Hier en daar dwarrelde nog een verdwaald vlokje. Eén ervan viel als een koud kusje op de snavel van Alfred Jodocus Kwak. Oeps! Zei de sneeuwvlok. Sorry! Het is niks. Zo begint het door Anna Geerse gespeelde verhaal van Alfred Jodocus Kwak en de sneeuwvlok. Alfred Jodocus Kwak en Koning Sam de olifant. Toneelspeelster Saskia Egberts speelt het sprookje van Koning Sam. Er komen stropers in voor. De circusdirecteur en de eikel Dolf de Kraai. En natuurlijk ook de vrolijke wees eend Alfred Jodocus Kwak. Als bomen. Anna en Lieke studeren allebei op de toneelschool. Om wat bij te verdienen lezen ze boeken voor op Storytel, in een zelfgebouwde studio in de kapschuur van Anna's opa. Tijdens de opnames van De Eik was hier, de bestseller van Bibi Dumontak, deelt Lieke aan Anna haar zorgen over haar oma. Ze maken een vrolijk plannetje. Benjamin de Beer is het verhaal van Benjamin IJsbrand Beer, die met zijn vader en moeder moet vluchten voor het smeltende ijs. IJs dat in het poolwater net zo snel oplost als een suikerklontje in de thee. Papa, mama en Benjamin komen na hun avontuurlijke reis in een voor hen vreemde groene wereld, waar ijsberen helemaal niet welkom zijn. Er wonen bruine beren en mensen die beren schieten om van hun vacht bontjassen te maken. Lieke Meijers zingt, speelt en danst in haar uppie deze spiksplinternieuwe versie.
Ik had je graag gekend. Je gebeld, gevraagd, zullen we een koffie op de markt? En dan gezegd, bedankt. Bedankt. Gaëtan zingt Barbara. De Belgische danseres en actrice Gaëtan Boucher speelt na Chanson du Temps Perdu haar tweede tour de chant, Gaëtan zingt Barbara. Zij wordt daarbij op piano begeleid door de jonge Noemi Scherman. De voorstelling gaat over het bewogen leven van Monique Cerf, zoals de legendarische Franse chansonnière, schrijfster, actrice Barbara eigenlijk heette. Barbara hoort thuis in het rijtje grote Franstalige zangers als Charles Trenet, Georges Brassens en Jacques Brel. Je serai de retour le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Maar hij heeft wel altijd is hij verliefd geweest en is het ook nooit. Hörst die Nachtigallen schlagen, ach, sie flehen dich. De muzikoloog Olga Fransen is regelmatige gasten en geeft in ons Landgoedtheater een extra concertlezing over Frédéric Chopin. Meer informatie vindt u op onze website. Saskia zingt Zonneveld. Zangeres, actrice Saskia Egberts presenteert in dit programma, op piano begeleid door Bouwe Bruins, liedjes uit het repertoire van deze door velen geliefde Nederlandse zanger. Liedjes zoals Het Dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk en kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Op de Pals ligt een heus doolhof. Een doolhof is geen labyrint. Volgens Wikipedia is er een verschil. Bij een labyrint is het niet de bedoeling een bepaald punt te zoeken. Een labyrint heeft maar één gang. Degene die erdoor loopt, komt uiteindelijk vanzelf bij het eindpunt. Een doolhof was oorspronkelijk een tuin, waarin men kon verdwalen. Wilt u bij ons de weg kwijtraken? Weet u van harte welkom. Bedankt voor het kijken en vergeet niet u te abonneren op ons Herman van Veen YouTube-channel. Zo mist u niets. Tot bald!